10% van de Nederlanders voelt zich gediscrimineerd. Herkent u dat? Ik heb het niet meegemaakt, maar ik begrijp het wel. Het begint al op de school, heel erg. Discriminatie. En wat voor opzicht bedoelt u dat? Niet welkom zijn of een andere huidskleur hebben. Noem maar op. Er is altijd wel een reden ervan. En wat vindt u daar dan van? Dat heel erg vind ik dat voor de kinderen. Ja, ik heb er gelukkig niet mee hoeven te maken, maar ik vind het heel erg dat ze zo onder doorgaan. 11% van de Nederlandse bevolking is in 2021 voelde zich gediscrimineerd. Herken je dat? Jawel. Ja, mensen gaan niet heel aardig met elkaar om of zo. En wat gebeurt er dan als onaardig zijn of niet aardig zijn voor elkaar is nog wat anders, denk ik, dan je gediscrimineerd voelen? Ja, dat is gewoon een stukje respect wat mensen niet naar elkaar toe tonen, denk ik. En hoe ziet die discriminatie er dan uit, waar je het nu over hebt? Schelden vooral naar buitenlanders, dat ze niet hier horen en dat ze hier niet welkom zijn in het land. Dus ik denk dat het vooral daaraan ligt dat ze zich niet thuis voelen en zo. En als je dat dan hoort of ziet, doe je dan wat of kijk je de andere kant op? Nou ja, het gebeurt eigenlijk niet heel vaak in mijn omgeving, maar ik heb wel eens gehoord dat er gediscrimineerd wordt. Maar ja, ik vind het eigenlijk een beetje respectloos. Ik denk het wel. Ik denk dat iedereen zich dat überhaupt wel voelt. Jij ook? Zeker in de rolstoel. Ja? Wat gebeurt er dan als je in een rolstoel zit? Alleen al bijvoorbeeld dat je niet een winkel in kan. Ja. Of dat je gewoon ergens wil je heen of naar de wc. Dat je ergens op een terras zit en dat er gewoon geen mogelijkheden zijn dat je naar de wc kan. En dat voelt als discrimineerd aan? Ja, zeker. Ja, want het is toch een recht dat je ook ergens naar binnen mag, waar iedereen naar binnen mag. Mm-hmm. Maar dat het door omstandigheden van een pand kan ik begrijpen dat het soms niet kan. Maar ja. Soms is er ook gewoon de mogelijkheid om dat wel te doen. Dat zijn praktische dingen, maar ook onder mensen die eventueel lelijke dingen zeggen of zo? Nee, dat soort dingen maak nee. ik niet echt mee. Nee. Nee. Ik heb natuurlijk een hele leuke hond, even waardoor mensen ook meer over de hond hebben en niet meer over mijzelf of over mijn rolstoel. Oké, ja, ja. Dus dat ja. scheelt natuurlijk ook. Wordt u ook wel eens gediscrimineerd? Jawel, zeker wel. Zeker wel? Op verschillende manieren. Als Marokkaanse zijnde, als een buitenlander zijnde, maar ook van mijn kant, ook van de Marokkaanse zijde. Dat ook wel door de Marokkanen gediscrimineerd dus meneer, je bent verkaarst. Dat kun je ook toch noemen? Dus het is hoe je het ook bekijkt. Maar ik moet zeggen, algemeen kom ik meer mensen die dat niet doen juist. Ik heb het echt wel weinig. Ik doe onder de Nederlandse, omdat ik me, ja, ik pas me ook heel anders aan. Ik, misschien schuld het ook, ik heb geen hoofddoek, niet stringen op dat gebied. Maar ik heb ook een tijdje wel een hoofddoek gedacht, maar was het ook niet. Maar het is hoe je je presenteert, denk ik. Als jij grof en niet normaal wegloopt. Ja, dan word je wel eens scheef gekeken, ja. En hebt u dat gemeld als u zich gediscrimineerd voelde? Want er zijn allerlei punten waar u dat kunt melden. Nee, dat wist ik niet. Eigenlijk eerlijk gezegd niet. Ik schreef het altijd uit. Of ik schrop een paar keer tegen ergens heen en denk, godverdorie dat het er nog is. Maar ik moet eerlijk zeggen, in mijn hele leven, ik kan niet anders herinneren. Ik ben niet hier geboren, wel in Marokko, maar... wat ik me kan herinneren vanaf school, echt weinig. Ja, want 30% van de Marokkanen, geloof ik, en Surinamers voelden zich gediscrimineerd vorig jaar. Zeker toen dat gedoe met die mokromafia en zo. Ja. Ja, die was scheef aangekeken, vooral mokro's. Mokro's en maakt het soms helemaal geen reet uit of je nou een vrouw bent of niet, of je aanpast of niet. Als ze er zin in hebben om te schelden, schelden ze. Maar ik moet zeggen, onder waar ik ben geweest, moet ik eerlijk zeggen. En ja, ik ben wel vaak met respect behandeld. Hebt u zich wel eens gediscrimineerd gevoeld? Ik? Nee. Hebt u het wel eens meegemaakt van dichtbij? Dat er gediscrimineerd werd? Oh, ja. Wat zag u dan of wat hoorde u dan? Gewoon als mensen een andere kleur hebben, dat er dan iets tegengezegd is. Ga toch terug naar je eigen land of zo. Ja. En wat vindt u daarvan? Nou, je moet gewoon iedereen accepteren zoals hij eruit ziet, zeg maar. En niet donkere mensen anders naar kijken dan
beter dan blanke mensen. Voel jij je wel eens gediscrimineerd als pakjesbezorger? Nee. Nee. Nee.